bent verschrikkelijk druk met z'n allen. Dat heb ik gezien als ik die medische lijst met punten zie. Dan staat daar dat de hele lijst, soms wel meer dan 100. Dan op een van die punten staat dan een advies van voor kennisgeving aan. En nou is het in de praktijk dat u waarschijnlijk er nooit aan toe komt, of sporadisch aan toe komt, om daar een document uit te lichten. En dat is op een goede manier te bespreken in uw kamer. Maar dat is geen verwijt, dat is alleen een ondersteuning in de drukke werkzaamheden die u heeft. Dan even terug naar wat zou moeten gebeuren. Nou, heel duidelijk, de zaak die nu bij staatssecretaris Blokhuis ligt, moet onmiddellijk weg. Het is geen taak voor dat ministerie. Het moet naar het ministerie van Defensie en naar het ministerie van Sociale Zaken. Het volgende wat moet gebeuren is, en daar hebben verschillende mensen hier al op gereageerd, dat de wetgeving aangepast moet worden. Alle wetgeving voor oorlogsgetroffenen zou moeten samengevoegd worden in één wet. Ik heb dat voorstel ook gedaan aan staatssecretaris Blokhuis en die doet net alsof het niet bestaat. Maar dat is belangrijk, want Martin Verheyen heeft ook in een bepaalde kamerbrief u vermeld dat de WUBO en de WUF komen te vervallen. En dat er alleen de ORF voor in de plaats komt. AORF. Nou, de zaak die Ferdinandus aanhaalde van de wetten die meer aangepast zijn aan deze tijd, dat is heel belangrijk. Een typisch voorbeeld, en dat wil ik aangeven. We hebben verschillende processen gevoerd, waarbij mensen dus heel simpel, makkelijk werden weggestuurd. Want u heeft wel aangepraat, maar we kunnen de papieren niet vinden. Dat is dan wat de SCB zegt. Die papieren zijn er gewoon, alleen om een of andere reden kunnen ze die dan toch niet vinden. Er zijn mensen die zijn afgewezen voor die een van die vele wetten volkomen niet correct. En ik zou eigenlijk toe willen naar één gezamenlijke wet, oorlogsgetroffenen, waarin de mensen die in het verleden, want het zijn er zeker 2.000 tot 3.000, afgewezen zijn op onjuiste gronden. Een laatste voorbeeld, ik heb een herverzoek gedaan voor een uitkering in de WUBO bij een SVP. En die heb ik in april ingestuurd. Het antwoord is, toen ik op een gegeven moment begin augustus belde van goh, wat heeft u er nu mee gedaan? En het was dus zo dat ik toen een antwoord kreeg, ja, de mevrouw die dat behandelt is er niet. En ze heeft een brief gekregen in het Nederlands-Indische schrift. En dat kunnen we niet lezen, we moeten daar mensen voor inhuren. Toen zeg ik, oké, maar waarom doet u dan geen beroep op de instellingen die dat wel zouden kunnen? Oké, kreeg ik geen goed antwoord op. Toen heb ik eind augustus, want ik zou teruggebeld worden, is niet gebeurd. Eind augustus heb ik opnieuw gebeld. En toen zeiden ze, ja maar meneer, we hebben 8 maanden de tijd om zo'n verzoek te beoordelen. 8 maanden de tijd met deze mensen op die leeftijd. Krankzinnig. Nou, dat is een voorbeeld waarin die wet niet functioneert. En ik heb 1 dame waar we de zaak voor opgenomen hebben, die heeft 18 operaties gehad. En door de VWS en de SVB wordt ontkend dat die mevrouw oorlogsslachtoffer is. Ja. Nou, we zijn er nog mee bezig, ja. Maar daar komen we in de later stadium op terug. Dit zijn zaken die gewoon niet kunnen. Dank u wel, meneer Tewijk. Ik ga voor iemand. Ja, ik weet niet zo heel erg goed waar ik moet beginnen, want er is heel veel over de tafel gekomen. Die wet voor oorlogsgetroffenen, even op mijn linkerbuurman ingaan. Het is mij niet bekend dat alleen de AOR zou overblijven. De wetten blijven gewoon open. De WUF, de WUBO, de WIF, al die wetten blijven naar mijn linker gewoon open. En daar kun je dus nog steeds een aanvraag. Er zijn groepen, al maar dat is al in 1994, voor uitgesloten. Dat was toen het drama van de naoorlogse generatie. Die werden toen uit
de WUF gegooid, zoals dat heet. Dat was in die periode toen iets wat de gemoederen heel erg bezig hield en alle betrokken organisaties ook iets van hebben gezegd. Het is ook niet zo dat wij als Verita nooit iets zeggen over die wetten in onze contacten met PUR of SVB. Tuurlijk doen we dat. Natuurlijk geven we ook aan waar we zien dat het coulanter kan. Maar dat doen we in individuele gevallen en in overleg met de SVB. En helaas moet ik zeggen dat dat niet altijd leidt tot een positief resultaat, omdat de wetten een aantal dingen voorschrijven. Ja, je kunt niet toegelaten worden tot de doelgroep. En dat is iets wat heel erg gevoeld wordt, en terecht, als wij worden niet erkend. Ze geloven me niet. Ze zeggen dat ik dit niet heb meegemaakt. Maar de wettelijke uitleg is vaak dat ze wel erkennen dat die zaken zijn meegemaakt, maar dat ze het niet meer kunnen verifiëren. Of dat het niet past in het criterium wat ze daarvoor hebben aangelegd. En dat geldt eigenlijk voor bijna alle regelingen. Wat er moet gebeuren om dit op te lossen, ik zei het al in mijn inleiding, ik vind dat wel een hele lastige vraag. En die vraag is in 75 jaar bijna niet opgelost. Dus dat gaat ook niet zomaar of een financiële regeling de zaken definitief gaat oplossen. Dat weet ik ook niet. Want dan moet je er één hebben waar alle partijen mee tevreden zijn. En dat is heel erg ingewikkeld, want wat je ook doet, er gaan groepen buitengesloten worden. En dat is waar wij dan voor staan. Wij moeten daar iets mee, met die gevoelens. En dat doen wij binnen ons vermogen en naar hier en geweest. Want dat mensen hier ook in het publiek zitten met die gevoelens, dat is ook duidelijk. En als je daar iets mee kan doen, dan moet je dat niet laten. Maar daarvoor kan dat ook zo moeten. Dat kan alleen in een gesprek en een goed overleg naar voren komen. Mevrouw Van Goeden. Ja, wat zou dat ook nog eens kunnen zijn? Maar ik geloof heel erg in wat bij de heer Kersten zei dat als je zeg maar, samen optrekt, dat het je sterker lijkt. Maar dat is inderdaad niet eenvoudig om dat te doen. Nou, het voorstel om een andere terminologie te gebruiken voor collectieve erkenning, nou, daar kan ik me heel goed in vinden. Ik denk dat, weet je, dat neemt al heel veel gevoelens weg. Het is natuurlijk ook gewoon rottellen. Hè? Dat heb ik altijd zelf ook gevonden. Dat vindt ook IP 2.0. Dus wat mij betreft, als daar een goed alternatief voor is, en dat kan heel veel van deze gevoelens wegnemen, prima. Wat dan denk ik ook wel belangrijk is om ook een term als Indisch Huis ook achter ons te laten. Want ik ben directeur van het Indisch Herinneringscentrum. Ik weet dat er voorgangers zijn geweest, ik ben dat sinds november 2009. Dat was een volledig nieuwe start van het Indisch Herinneringscentrum. En alle perikelen rondom het voormalig Indisch Huis hebben we toen echt achter ons gelaten. En ik meen ook dat we duidelijk hebben bewezen als Indisch Herinneringscentrum dat wij wel degelijk voor een goede bedrijfsvoering kunnen zorgen en ook voor goede activiteiten richting publiek. Die term Indisch Huis vind ik veel te veel uitgeven en ik vind het jammer dat dat nog steeds zo benoemd wordt. Ik vind het echt heel jammer. Omdat het niet recht doet aan dat wat wij in de afgelopen 10 jaar gedaan hebben. Dus als we dat allebei even achter ons laten, denk ik dat we samen al beter verder kunnen. Aan de andere kant, ja, ik zie het zo heel sterk qua kennis in de wetgeving. Op het moment dat je het daarover gaat hebben, weet je, dat geldt niet alleen voor de Indische wereld, maar daar waar je probeert oplossingen te denken voor grote groepen, hè, dat is een hele samenleving, zal het nooit zo zijn dat iedereen daar tevreden over is. Maar het is mooi als het lukt om met een regeling te komen die